Nadat woonwijken en kantoorparken jarenlang als paddenstoelen uit de grond schoten, is het tij gekeerd. De bouw stagneert en bouwers met kennis en kunde zitten thuis. De crisis speelt daarin een belangrijke rol. Maar de bouw heeft het ook aan zichzelf te wijten. De ontwikkelaars, dat zijn toch van die mannen die met andermans geld op andermans grond slechte en onnodige gebouwen neerzetten. Met van die snelle pakken en die dikke auto's en dure hoofdkantoren. Architecten hebben nogal last van zelfoverschatting. Denken dat ze God zelf zijn. Zelfs nu nog, hè? Nu inmiddels de helft failliet is. Ja, bouwers en innovatie. Nou ja, laat me niet lachen. Ik bedoel, die gaan pas nadenken over modernisering en duurzaamheid als dat glashard in de regelgeving wordt vastgelegd. Kijk, opdrachtgevers hebben natuurlijk van bouwen heel weinig kaas gegeten. Log, angstig, verschuilen zich achter regeltjes. Zo, dus nu hebben de opdrachtgevers het gedaan. Nou, dat is niet wat ik zeg. Ik bedoel, opdrachtgevers en bouwers die veranderen nogal eens wat tijdens de bouw. En als wij dan zeggen dat het anders of beter kan, ja, dan wordt er niet naar ons geluisterd. Bouwen en verbouwen in Nederland, dat is synoniem voor stress, strijd en teleurstelling. En dan hopen dat het eindresultaat meevalt. Wat zie jij daar voor een reden voor? Ja, haantjesgedrag, hè? Competitief, altijd willen scoren. Een mannenbolwerk. Oh ja? Ja, luister. Als mijn opdrachtgever zegt, ik wil dat je het op deze manier doet, en dat in het bestek al tot op de vierkante millimeter heeft uitgedacht, dan houdt het denken voor mij op, hè. Als hij dat zo wil, dan krijgt hij dat. Experimenteren. Nou ja, dat zien we in onze sector als een onnodig en ongewenst risico. Dus blijven we gewoon doen wat we al kennen. En dat is heel innovatief allemaal. Dan gingen we na een jaar of zeven een keer op de koffie bij zo'n bedrijf. Kijken of ze lekker konden maken voor een nieuw gebouw. Lagere huur, fris interieurtje. De investeerders stonden in de rij. De gemeente had zijn grondopbrengsten. Iedereen blij. De sky was de limit, man. Maar toen kwam de crisis. En wat verwijt jij jezelf? Dat ik te veel leun op de directievoerder. Dat ik heus wel doorheb dat hij zijn oren laat hangen naar de aannemer. Dat hij de confrontatie met die aannemer ook niet durft aan te gaan omdat hij geen gezeur wil in de bouwketen. En dat ik hem de ruimte daarvoor geef. Ik vind dat nogal gemakzuchtig, hoor. Dat gewijs naar anderen. Absoluut. Maar dat is wel wat we doen. Ik bedoel, de economische crisis, banken die geen financiering willen verstrekken, corporaties die niet willen investeren. Iedereen is schuldig aan het instorten van de vastgoedmarkt, behalve wij zelf. Want stel je nou voor dat we bij onszelf te raden moeten gaan of het aanbod nog wel klopt. Daar is uit. Nou, heel vaak worden dus innovaties uit kostenoverwegingen uit een ontwerp geschrapt. Hè? En dat is zeker zo bij commerciële ontwikkelaars. Mm-hmm. Want die rekenen alles kapot. En daardoor worden dus nieuwe technologieën, die bijvoorbeeld 10 jaar nodig hebben voordat ze rendement opleveren, ja, die krijgen dan geen kans. Ja, die bouwers die zitten allemaal naar ons te wijzen dat het allemaal anders moet en beter en duidelijker en creatiever. Maar als je kijkt hoe zij zelf met hun onderaannemers en toeleveranciers omgaan, dat is precies zoals zij willen dat wij hen niet behandelen. Dus dat is een beetje de potverwijte ketel, toch? Ik zou niet weten hoe ik het anders moest doen. Mijn opdrachtgevers selecteren nog steeds op de laagste prijs, zeker in deze crisis. Mijn marges zijn al flink te dun. Dus wat kan ik anders dan mijn onderaannemers onder druk zetten? Ja, ik wil best op een andere manier gaan werken, maar ik weet niet goed hoe ik dat... Ik vind het lastig om dat aan een directie te verkopen. En ik weet ook niet goed hoe ik mijn mensen daarin mee moet krijgen. En dat ben ik niet gewend. En trouwens, ik vraag me überhaupt af of mijn mensen dat kunnen. Ja, maar ik heb helemaal geen tijd om dat te veranderen. Ik heb mijn handen al vol aan mijn dagelijkse sores. Mijn agenda die is al overvol. Ik zou niet weten hoe ik dat erin zou moeten krijgen. Geef daar eens een voorbeeld van. Nou, als we niet oppassen, dan zitten wij ons als opdrachtgevers ons blind te staren op zo laag mogelijke bouwkosten. En willen we niet kijken naar andere oplossingen die misschien iets duurder zijn qua bouw, maar die wel tot grote besparingen en betere prestaties leiden tijdens onderhoud en exploitatie. En ja, dat is een beetje het paard achter de wagen spannen natuurlijk. Denk je nou echt dat kopers zitten te wachten op een innovatieve en energiezuinige woning? Ja, een hele kleine groep misschien,
Maar de meesten kijken alleen naar de feitelijke koopkosten en niet naar hun toekomstige onderhoudslasten of energierekening. Nou, dat is wel een beetje te makkelijk geredeneerd. Want die bewoners zitten amper aan tafel bij een bouwproces. Dus om die nou de schuld te geven van een gebrek aan innovatie in de woningbouw, dat gaat me echt te ver. Want die consument die loopt feitelijk al jaren en jaren aan de leiband van de bouwsector. En die is echt monddood gemaakt. Het lijkt je nogal dwars te zitten. Ik ben er inderdaad helemaal klaar mee met die aannemers die de hele tijd maar proberen om onder het bestek uit te komen waar ze wel voor hebben getekend. He, die de hele tijd maar komen met andere oplossingen, andere materialen die ze dan goedkoop inkopen met een hoge winstmarge bij hun eigen leveranciers en dan een opdrachtgever die zijn rug niet recht houdt. Waarom zeg je dat dan niet gewoon? Ja, kijk wel uit. Kritiek hebben op zijn uitvraag of op de manier waarop hij met mij in het voortraject omgaat. Eindeloos alles open houden, geen keuzes maken. Ja, dat lijkt me geen goed idee. Dan kan ik die klus wel vergeten. Nou, het lukt producenten vaak niet om bouwers dus hun innovaties te slijten. Want die hebben vaak vaste inkoopcontracten bij hun eigen partijen. En leveranciers die krijgen bij opdrachtgevers vaak geen poot tussen de deur. En die weten ook vaak niet wat ze ermee aan moeten. Ja, natuurlijk kunnen we door betere ketensamenwerking die faalkosten verminderen. Maar die bouwers moeten zich wel realiseren dat je daarmee het echte probleem in de bouwsector niet oplost. Namelijk het gebrek aan fundamentele innovatie. En daar zitten je echte besparingskansen. Dan heb ik het niet over 10-15%, maar dan hebben we het over 30-40%. Dus over miljarden, echt miljarden. Het lijkt wel of we met z'n allen blijven hangen in het steeds weer opnieuw doen van pilotprojecten. Steeds weer met andere partijen. Terwijl de essentie van ketensamenwerking is dat partijen projectoverstijgend werken. Als een pilot nou een succes is, waarom maakt een opdrachtgever dan niet nog een keer gebruik van ons, met onze ketenpartners? Wat kan je dan gebeuren als je het anders aanpakt? Ja, dat is een lastige. Ja, nou, kijk, ik denk heus niet dat ik mijn baan erdoor zal verliezen. En als dan later blijkt dat het ook veel geld en hoofdpijn bespaart, ja, dan denk ik eigenlijk dat ze er heel blij mee zullen zijn. Weet je wat het probleem is? Coöperaties en gemeenten zitten er veel te conservatief in. Die weten echt niet hoe of wat. Terwijl de trigger tot vernieuwing, of het nou gaat over nieuwbouw of renovatie, toch echt bij hen ligt. Zij zijn toch de opdrachtgever. Ja, zonder prikkel geen verandering, dat moet jij toch weten. En ik denk dat we gewoon een duidelijke trigger nodig hebben in de woning- en kantoorbouw om te veranderen. Daar ben ik van overtuigd. En, ja, of de economische crisis dat is, dat zal de komende jaren blijken.